Bureau Bart. RN7. De boeiendste verhalen. Achter de mooiste boeken. Iedere vrijdag. In Hoofdstuk Hoordijk. Tegenwoordig ook op televisie te zien. Kijk op de pagina van RN7. De YouTube-pagina. Kom je Marjolein Hoordijk tegen. Marjolein, goedemorgen. Mensen die willen zien hoe ik er ook nog uitzie in het echt. Ah, ja, spannend. Die verrassing die is er niet meer, hè? Nee. Daar sta je dan. Ja, helemaal compleet. Zeg, je hebt een dunnetje meegenomen vandaag, zeg je? Ja, ik heb een dunnetje meegenomen. Een geschenkboekje. Is het een polderromannetje? Nou, verre van. Stuiverromannetje? Verre van. Een horror. Het zijn namelijk de spannende boekenweken. En dat is een campagne. En dat zat er net zo voor de zomervakantie. Want heel veel mensen vinden thrillers en spannende boeken gewoon echt hele lekkere boeken om te lezen tijdens de vakantie. Dus zo in deze periode wordt er wat extra aandacht aan gegeven. En bij zo'n campagne hoort dan een boek dat je dan gratis kunt krijgen bij de boekhandel. Bij besteding van €12,50 aan romans of thrillers. En ieder jaar waren dat thrillers, spannende boeken. Maar dit jaar is er een auteur waar je eigenlijk niet omheen kunt. En hij komt ook nog uit Nijmegen ook. Dus het is niet zomaar eentje. Dus ik denk, ik moet hem meenemen. Dus we hebben weer een talent in Nijmegen. Nou, wij hebben heel veel talent in Nijmegen. Echt serieus. Maar deze is ook echt wereldwijd doorgebroken. Zijn eerste boek, Heks, dat zich afspeelt in Beek. Dat boek. Die moet ik nog steeds een keer gaan lezen. Ja, doe dat. Doe dat, absoluut. Ik heb het al zoveel mensen willen zeggen. Je moet dat boek uit Beek eens lezen over die heks. Ja, nou, zelfs Stephen King heeft daar echt positieve reacties op gegeven. Hij wordt inmiddels verfilmd. Die is echt de hele wereld over gegaan. Dat boek is echt huge. Twee weken geleden is zijn nieuwe, echte, grote, dikke boek Echo uitgekomen. De boekpresentatie was hier bij Dekker bijvoorbeeld. En nou, superleuk. Maar daar heb ik nog geen tijd voor gehad om hem te lezen. Dat komt nog. Die hou ik jullie nog te goed. Die blijven nog even in de pocket. Ja, maar hij is dus gevraagd voor die spannende boekenweken om geschenkauteur te zijn. En dat zijn dus altijd kleine boekjes. Maar in dit geval is het ook echt een super mooie uitgave. Want er zitten ook afbeeldingen in. Echt waanzinnig mooi. Van een baby. Ik weet niet of we het kunnen zien, maar ik zie een babytje. Ja, ziet een baby en die baby komt er een paar keer in terug. En die baby wordt per keer dat je hem ziet iets minder appetijtelijk. Want daar gaat het verhaal ook over. Het boek heet Dolores Dolly Poppendijn. Nou, en die auteur waar we dus al de hele tijd over hebben, waar we dus zo verrekt trots op moeten zijn, dat is Thomas Oldeheuvelt. Dus gewoon lekker hier uit Nijmegen. En hij heeft nou een boek geschreven over een vrouw. Die haar baby is kwijtgeraakt. Haar baby is overleden. En dat is haar niet in de kou kleren gaan zitten. Haar rouw heeft zich omgezet in een soort van gekte, zou ik bijna willen zeggen. En dat werd wel onderdrukt met pillen. Maar dit boek is geschreven in de ik-vorm. Normaal gesproken hou ik niet zo van boeken in de ik-vorm. Maar in dit geval, doordat het zo beschreven wordt, kruip je echt in die vrouw haar hoofd en kruip je in haar denkwereld. En lees je op die manier hoe groot de drang is voor haar om haar kindje terug te krijgen. En daarvoor gaat ze ver. Heel, heel ver. Maar het zou Thomas Oldeheuvelt niet zijn als dat niet op een nogal gruwelijke, nare, horrorachtige manier gebeurt. Ze heeft op een gegeven moment heeft ze bijvoorbeeld, ze is ook poppendokter. Dat was haar passie voordat ze haar kindje kreeg. En ze heeft echt een ontzettende mooie reborn baby. En dat zijn dus schijnbaar de mooiste van de mooiste baby's die echt exact op echte baby's lijken. Oh, dat zie je in Japan veel, geloof ik, hè? Dat zou zomaar kunnen. En dit is dus echt haar kindje. Dat alles klopt eraan, behalve dat deze reborn een piemeltje heeft. Ja, en dat had haar dochtertje natuurlijk niet. Maar goed, daar legt ze dan een doekje overheen. En wat je niet ziet, is er niet. Maar ze neemt hem mee op de arm. Ze legt hem in het bedje. Ze laat hem slapen. Ze geeft flesvoeding. Doet ze allemaal. En op een gegeven moment komt die pop dus ook echt tot leven. Maar ja, zij denkt, ik heb er hard genoeg aan gedacht. Ik heb er hard genoeg mijn best voor gedaan. Ik heb leven in die pop gestopt. Yeah. Het blijkt wat anders te zijn. En dan komt er toch een smerige scène. maar heel erg des Thomas Oldeheuvelt. Maar dan komt er dan een soort Chucky tevoorschijn of zo? Net niet helemaal. Ik ga het niet verklappen, want dan verklap ik gewoon veel te veel.
Maar het is wel het soort boek waarvan ik denk... bij die spannende boekenweken, dan krijg je dus inderdaad zo'n boekje gratis. En nou ja, weet je, dat waren dus altijd leuke thrillers. Als je dit nou als nietsvermoedende lezer cadeau krijgt en je krijgt dit... Ik ben heel, heel benieuwd wat er gebeurt. Je bent er enthousiast over. Het is een spannend boek. Je hebt ons getrekken tegen gewoon een babytje. Ja, spannend, gruwelijk, naar alles. Een babytje die steeds enger wordt. Ja, ik zie nog steeds die Chucky voor me, hoor. Ja. Thomas Oldeheuvelt. Laten we er trots op zijn met z'n allen. Je kunt dit boek krijgen nog tijdens de spannende boekenweken. De meeste boekhandels doen mee, dus het is gewoon echt een landelijke actie. Dus of je nou in Wijchen, Beuningen of waar dan ook bent, de boekhandel zal hem hoogstwaarschijnlijk hebben. En mocht je nou nog een krabbel van de beste man willen, 15 juni is hij weer hier bij de lokale boekhandel in Nijmegen. 15 juni. Juni. Juni met de N. De spannende boekenweken. Woehoe. Marjolein, dankjewel.